Leder kennen velen van ons als een mooi en duurzaam materiaal voor een jas of een portemonnee. Maar met dit materiaal kan je veel meer. We bezoeken hiervoor steelman Luc Geerkens in Oudsbergen. De passie voor lederbewerking is eigenlijk gestart bij mijn vader. Die deed stoffering. Dat vond ik niet zo echt mijn ding en ben ik begonnen met tuigleer. En met tuigleer, daar kan je eigenlijk alles mee, van portefeuille tot handtas, tot riem, tot biljartkoker. Echt oneindig zijn de mogelijkheden daar. Onze producten zijn allemaal uniek. De klant kan kiezen wat hij graag wil. Alles op maat van de klant en de kleur van de klant. Nu zijn we ook gestart met workshops waar de mensen kunnen instappen. En nu zijn we ons aan het specialiseren op portretten, dus we kunnen alle kanten uit. Sinds mei hebben wij een eigen custom shop. In de custom shop hebben we heel veel producten liggen die ook eigenlijk allemaal gemaakt zijn over de klant. Maar we maken altijd dubbel. De mensen kunnen eigenlijk zelf de producten vastnemen. Ze kunnen de kleuren kiezen, ze kunnen nog het model veranderen. En eigenlijk, als zij het kunnen, dromen kunnen wij het maken. Ja, ik had een koker willen bestellen, omdat ik weet dat de kokers op het idee van de klant gemaakt worden. Op het onderwerpen wat hij zelf wil en alles. En dat zou ongeveer de enigste plaats zijn waar dat mogelijk is. Omdat ik bij veel mensen al kokers heb gezien wat hem hier hebben laten maken. En die worden gemaakt naar hun idee. Dus ik zou dat ook willen. En ik weet dat hier ieder stuk uniek is wat gemaakt wordt.